voordeel van de plastic ogen is dat ze onbreekbaar zijn. Het oog wordt gemaakt naar een afdruk van de oogholte. Daar wordt een gipsmodel van gemaakt. In dat gipsmodel wordt dan een oog gemodelleerd in was. De stand van de iris wordt dan gemarkeerd met zwarte was. In die wasvorm wordt een koper plaatje aangebracht. Dat wordt ingebed in de gips in twee delen. Die twee delen worden van elkaar genomen. De was wordt verwijderd en vervangen door witte kunsthars. Dat is dan de basis. Die basis die wordt afgewerkt en gepolijst. Dat koperen plaatje wordt eruit gehaald en op de plaats van dat koperen plaatje komt de iris die naar het goede oog van de patiënt geschilderd is. Dit is de stem van de voormalige Haagse tandtechnicus Johannes Moerhuis, eigenaar van de Enki, de eerste Nederlandse kunstogenindustrie die ogen maakt met onder meer bloedvaten van plastic vezeltjes. Ogen van kunsthars die nauwelijks van echte te onderscheiden zijn. Valt een plastic oog dan, nou ja, al zou het van de derde etage op straat vallen, dan is er niks aan de hand. Want je loopt naar beneden, je pakt het op en je wast het af en je stopt het erbij.